machinerie. Er kan nog 18 minuten gestemd worden door de Partij van de Arbeid en de GroenLinks-leden. Moet u nog een oproep doen, misschien? Nee, iedereen weet waar ik sta. Ik heb er ook nooit een geheim van gemaakt. Dat doe ik ook helemaal niet. Ik ben tegen deze één lijst. Omdat ik eerst wil dat er een inhoudelijk programma is wat op scherpst van de snede wordt omschreven, waar mensen op kunnen rekenen als ze op deze lijst kiezen. En niet deze weg andersom. Maar dat is mijn standpunt. Die moeten bovenaan die lijst staan. Een lijsttrekker. Ik ben altijd voor lijsttrekkersverkiezingen geweest, ook als die niet populair is. Ik heb hem ooit georganiseerd en toen werd Diederik lijsttrekker. Tegen onder andere Ronald Plasterk en Nebat Albayrak. En ik heb hem een keer georganiseerd met Diederik en Lodewijk. De eerste was succesvol, de tweede helemaal niet, electoraal gezien. Nee. Maar ik ben ervoor dat je leden positioneert om een van de belangrijkste mensen te kiezen. Ik geloof in de democratie. En de democratie is soms lastig en soms vervelend voor beeldvorming of voor allerlei gedoe. Maar toch is democratie het belangrijkste. En, dus de leden moeten stemmen. U noemde net Marjolein Moorman. U zei, u vindt haar goed. Ja, zeker. Zou zij, wat u betreft... Marjolein zou dat natuurlijk uitstekend kunnen. Alhoewel ik het een groot gemis zou vinden voor de stad waar ik niet woon, Amsterdam. Ik heb ooit zelf genoemd Kim Putters. Daar heb ik altijd een zwak voor gehad. Dus ja, we hebben natuurlijk goede mensen. En GroenLinks heeft ook goede mensen. Moorman is wel voor de fusie. Voor de zeker. Voor verre samenwerking. Zeker. Maar bijvoorbeeld Giselle Schellekes, die kent natuurlijk helemaal niemand. Die is een hele goede vriend van mij. Die is ook voor de fusie. En, u kunt toch gewoon vrienden zijn met mensen die voor de fusie zijn? Ja, zeker. Katy Piri is dat ook. Alleen dat haalt mij niet weg van mijn grote zorg. Hebben we nog wel oog voor de noden van mensen die het gewoon niet zo breed hebben? En als ik dan een PvdA-statenlid hoor dat arbeid geen thema meer is, ja, dan zak ik mijn broek af. Dan val ik neer plat op de grond. En dan denk ik, ja, dat is geen sociaaldemocratie meer. En dan weet je ook niet wat er gebeurt in Zeeland. Jesse Klaver, jarenlang voorman van GroenLinks. Ja. Heeft misschien niet arbeid op één staan. Nee, zeker niet. Nee. Dus als hij die lijst gaat trekken, is dat voor u dan een schrikbeeld? Nou, ik zou het heel erg vinden als rood steeds meer groen wordt in plaats van rood-groen. Dus u zou het heel erg vinden als Jesse Klaver de lijst zeker, wordt. Maar ik heb dan nog het liefst dat alle leden kiezen. Maar dat zal sowieso niet gebeuren, dat de gemeenschappelijke leden van en GroenLinks en PvdA kiezen over de gemeenschappelijke lijsttrekker. Maar als je een lijst vormt, ik ben voor optimale democratie voor de leden. Dat vind ik belangrijker dan allerlei campagnestrategietjes. U zei net, ik zeg mijn lidmaatschap op als het geen sociaal-democratische partij meer is. Als Jesse Klaver die lijsttrekker wordt. Nee, dan zeg ik nog niet mijn lidmaatschap op. Want dan bestaat nog steeds de Partij van de Arbeid. Hè. Dus ik ben links en ik ben trouw aan de sociaal-democratie. En ik geef ook niet zo snel op, maar ik blijf ook vinden wat ik vind. Ja. Als nou Jesse Klaver het instrument is om Frans Timmermans in het torentje te krijgen. Want dat kan ook, hè, dat er gezegd wordt, dat is een gerucht wat heel lang gaat op Binnenhof. Jesse Klaver wordt de lijsttrekker, maar Frans Timmermans is dan de premierskandidaat. Ja, dat hoorde ik ook natuurlijk, want dat vond ik ook, wat ik dacht, ja, Paul Rozemuller wordt dan van de Eerste Kamer, dus dan zal dat wel al zo van tevoren bedacht zijn dat iemand van ons voor de Tweede Kamer. Nee, dus dat heb ik ook. Ja, Frans is weer, die staat weer wat verder politiek van me vandaan, omdat die de SP nogal wegzetten. Maar van wie hoort u dit? Want u zit goed in de partij. Dit is een serieuze optie. Hetzelfde tamtam als wat jij hoort natuurlijk. De tamtam, ja. Oké. Maar zou u er voorstander van zijn? Nee, want ik hou niet van dealtjes sluiten. Ik hou ervan dat leden een positie hebben om te bepalen wie de lijsttrekker wordt. En als Frans het dan wordt, dan is Frans het. U had in het verleden wel eens botsingen met Frans Timmermans. Ik heb met iedereen wel eens botsingen gehad, omdat ik altijd gewend ben om te zeggen wat ik vind. Ongeacht wat iemand is. Nee, ik heb met Frans ook hele goede gesprekken gehad. En een goede band. We hadden een kamer naast elkaar. Als Tweede Kamerleden toen we dat allebei waren. Dus hij zat één hoekje verder. Dus dat is het niet. Alleen ik had een verschil van mening toen met het interview van Job Cohen en mij over de samenwerking die wij ambieerden, Job en ik, met GroenLinks en SP. Ja, toen stuurde hij een woedende e-mail over de koers. Ja, zeker. En die mail lekte uit. Ja. Hoe kan dat nou uitlekken? Ja, dat weten we nog steeds niet. Had hij dat niet zelf doorgestuurd naar de NOS? Ik? Nee, hij. Dat weet ik niet. Dus ik kan pas vertrouwt mensen... u hem dan nog wel? Ja, ik vertrouw iedereen tot ik hard bewijs heb dat ik hem niet kan vertrouwen. Ja. En ik vond alleen, ik was inhoudelijk was ik het zeer oneens met die mail. Ja. En dat blijft tot de dag van vandaag. Want ik vind namelijk dat we ook de band met de SP moeten aantrekken. Zoals ik zelf als voorzitter ook de band met de FNV heb aangehaald. En ik heel blij ben dat de FNV weer ledengroei heeft. En dat ze weer opstaan en dat ze het demonstratierecht weer volop benutten. Ja. En het staakrecht. Zou het een goede premier zijn, Frans Timmermans? Dat weet ik niet. Maar ja, u weet wat een premier, u heeft langer de Kamer gezegd, u weet wat een premier goed maakt. Ja. Wat je moet hebben als premier. Ja. Heeft hij die kwaliteit? Dat weet ik niet, dat is hij niet geweest, dat weet ik niet. U staat lang naast hem. Ja, zeker. Maar ik heb gezegd dat mijn volk eruit gaat. Als ik zou moeten kiezen, zegt er is een verkiezing, dan zou ik denken, ik stem op Marjolein Moorman of op Kim. Dat is mijn opvatting. Marjolein Moorman. Want Kim Putters weten we niet of die...
Nee, dat weet ik ook niet. Nee, maar Marjolein lijkt wel zich niet. Dat is liggen voor de hand toch, dat hij zich gaat kandideren. Weet ik niet. U weet het nog niet. Ik weet ook niet hoe... Ze heeft u al niet gemeld. Ik weet ook echt niet of het tot een lijsttrekkersstrijd komt. Ik vrees juist dat dat allemaal is bedacht. Hoe het gaat. En dat er een voordracht komt. Ja, en net zoals bij de lijsten, dat ik ook bang ben dat de mensen die 100% rood zijn of 100% groen. Hè, want er zijn bij GroenLinks ook huidige Kamerleden die niet voor de samenwerking zijn op zo'n manier. Mm-hmm. En bijvoorbeeld, ik vind Lisa Westerveld supergoed Kamerlid. En alleen die is wel 100% groen, maar die vind ik supergoed. En ik hoop dat zo iemand dan ook op die lijst komt. Ja. Nogmaals, ik ben niet voor één lijst, maar met zo iemand vind ik fijn. Want die vind ik goed. Ja, ik wil nog